De politiek in Nederland is veranderd met de komst van de man die de verhoudingen in Den Haag volledig op zijn kop lijkt te gaan zetten. Ik heb natuurlijk toch een aantal dingen op de agenda gezet. Met name de sfeer en de wijze waarop politiek bedreven wordt in dit land. De achterkamertjespolitiek. En het is denk ik ook definitief veranderd. Ondertussen proberen de twee grootste regeringspartijen het hoofd koel te houden. Ondanks het grote verlies dat de opiniepeilingen op dit moment voorspellen. Worden jullie nu dan niet een heel klein beetje nerveus? Ja, ik weet niet of het een afwijking is, maar daar heb ik niet zo'n last van. Want ik weet wat wij te bieden hebben. Ik weet waar ik zelf voor sta met de Partij van de Arbeid. We hebben veel te bieden. Je moet geloven in waar je voor staat. En wij hebben onze beginsel, ons programma, onze mensen. En daar doen we het mee. Ik ga het wel proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Maar we gaan niet van ons geloof af, om het zo maar eens te zeggen. D66 voor een betere democratie. De boodschap moet natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. En daarbij maken de lijsttrekkers optimaal gebruik van de media. Van serieuze en minder serieuze programma's. Staat het ook in je boek? Wat? Of je van onder... Nee, ik weet niet wat je wil vragen. Nee, of je van onderen geschoren bent. Nee, toch? Dat staat niet in je boek. Nou, ik zou zeggen, leuke jongens van Nederland, kom het eens bekijken. Lijkt niet uit te maken hoe, als de lijsttrekkers maar op tv komen. Met als doel een goede verkiezingsuitslag en een plek in het volgende kabinet. Maar zou je graag in de regering willen komen, Paul? Nou, met die 15 zetels is er wel een kans, maar dan moet er natuurlijk wel echt een progressief antwoord op paard komen. Ja, we moeten kiezen voor links of we moeten kiezen voor rechts. Rechts heeft voorrang, maar links... Heeft de toekomst. Heeft de toekomst! En ondertussen gaat het ouderwetse campagne voeren, zoals vandaag het folders uitdelen op de markt in Eindhoven, ook gewoon door. Werkt dit nog eigenlijk, foldertjes uitdelen op de markt? Ja, ik denk dat mensen natuurlijk heel veel naar de tv kijken wat er gebeurt. Maar dat ze het niet zouden accepteren als ze wel op de tv een partij zien, maar nooit op straat. Daarom moet je ook op straat zijn, in de buurthuizen, overal waar we ook vanmiddag weer naartoe gaan. Dat hoort erbij. En dat blijft u nog 3 weken doen? Ja, en ik vind het nog leuk ook.